Hallo mensen, video mensen. Welkom op deze prachtige maandag in het nieuwe jaar, januari. Welkom op deze video waar ik normaal gesproken Atlas zou spelen. Maar voordat we daarin gaan springen, wat vinden jullie van mijn nieuwe achtergrond, jongens? Ik heb nieuwe lampjes opgehangen en ik heb een plant neergezet. Maar goed, een tijdje geleden heb ik op mijn YouTube-kanaal deze prachtige video geüpload. Het was een Atlas-video en dan zei ik dit. Sowieso op een andere dag, want dit kwam nu online op een zondag. En normaal komt op zondag natuurlijk de zolderkamer online. Maar ik heb hem... Hopelijk zei ik dat trouwens, want ik heb geen idee of ik dat zei. Maar ik heb in ieder geval wel ooit een keer een belofte gemaakt dat ik op de maandag Atlas zou gaan uploaden. Het nieuwe spel Ark 2, you know it. En we hadden best wel een leuke eerste aflevering. Alleen, het probleem met Atlas is... Wij spelen namelijk op public servers. En het probleem van public servers is, zodra je inlogt, is al je shit weg. Zo zie je mij hier nu lopen. Ik heb mijn boot is weg, mijn inventory is weg. Ik had helemaal een mooie boot gemaakt. Ik had allemaal spulletjes verzameld. Dat was best wel een leuke aflevering. En nu ben ik hier. En ik heb helemaal niks meer. Ik heb nog wel met mijn levels en shit en mijn poppetje is er nog, zoals je kan zien. Maar het is niet wat ik had verzameld. En als YouTuber is het heel erg frustrerend als elke keer dat je inlogt in je game... al je spullen kwijt zijn, zodat je niet verder kan met je verhaaltje wat je aan het opbouwen bent. In Atlas is er ook nog een dingetje, dat als je een raft bouwt, oftewel je boot, want deze hele game is gebaseerd op water, je moet een boot hebben. Als je een boot maakt, kan die spoilen als je niet op tijd online komt. En dan is hij dus weg. En ik neem Atlas 1 keer per week op. Dus ik kom maar 1 keer per week online. En als dan mijn boot weg is... is dat kut. En als ik dan gereed word, is dat ook kut. In Ark hebben we dat opgelost door een eigen servertje op te zetten... waar eigenlijk wij alleen maar met een paar YouTubers in kunnen... of wij met een selectief groep spelers die wij kunnen modereren... zodat dat allemaal goed gaat. Maar in Atlas hebben we daar nog een beetje moeite mee. We zijn nog een beetje aan het kutten met wat settings en wat dingetjes en dangetjes. Dus wat ik eigenlijk even wil zeggen met dit... is dat ik persoonlijk Atlas even ga uitstellen... totdat we onze eigen server helemaal up and running hebben. Want als ik eerder ga spelen, dan is het nog niet leuk. En het probleem ook is, zeg maar, de server is er wel al. Er spelen al wel wat YouTubers op. Maar als ik ga spelen op die server en die komt al lang niet online... dan spoilt dus mijn boot. En dat is ook op die server zo. En dat is best wel vervelend. Ik wil gewoon niet dat mijn spulletjes verdwijnen... als ik in 1 keer 2 weken niet upload. Maar goed, ik loop hier nou wel een beetje rond. En in Atlas, ik zie... Oh, is dat een fles in het water? Yo, ik span hier letterlijk helemaal kaal. En ik zie hier een flensie. Oeh, collect treasure map. Common treasure map. Ik heb een treasure map gevonden, jongens. Kan je daar weer wat mee vinden of zo? Even kijken, use. Oh, dat is cool. Ah ja, kijk, dan moet je dus op de map, moet je daar dus heen varen. Ik denk dat helemaal links en dan kan je die treasure... I don't care, we gaan nu geen Atlas spelen. Het heeft toch geen zin. Al vind ik de treasure, dan ben ik het toch alweer kwijt, omdat ik geen progressie maak in deze server. Dus zodra onze eigen persoonlijke server staat en alles is ingesteld, dan ga ik weer verder met Atlas. Dan komt er op de maandag weer een Atlas video zoals jullie van mij verwachten. En dan gaan we eindelijk een goed begin maken aan deze serie, want elke aflevering opnieuw beginnen, daar heb ik geen zin in. Dus alvast sorry voor de mensen die aan het wachten waren op Atlas, maar het komt eraan. Maar nu moet ik dus nog wel de rest van de video vullen met content, want ik bedoel, ik moet wel een leuke video maken, right? En ik moet morgenochtend best wel vroeg op, omdat ik met de trein naar Parijs moet, waar ik ga vloggen. Die komt zo online op mijn kanaal trouwens. En ik wil dit niet te lang maken, want anders ben ik veel te moe morgenochtend en daar heb ik geen zin in. Dus, ik ga trommelen! Taiko no Tatsu in Nintendo Switch! Yes, jongens! Taiko no Tatsu in Nintendo Switch versie. Jullie hebben deze game waarschijnlijk wel gezien op het kanaal van Duncan of bij Legends of Gaming, dat wij op zo'n heel groot ding aan het drummen waren. Dat was deze video. Oh, niet te lang, want die video moet je maar gewoon kijken op Legends of Gaming. Nadat we die opname hadden gedaan, vonden we het spel zo leuk dat ik eigenlijk meteen deze game heb gehaald. En ik wilde gewoon heel graag wachten tot die logvideo online stond om deze game op mijn kanaal te spelen. Maar daar zijn we dan, jongens, met Taiko no Tatsu in. En ik heb mijn eigen drumstelletje hier voor me staan met een mooie camera, zoals je kan zien. Want we moeten natuurlijk wel alle actie helemaal goed gaan vastleggen. Anders is er natuurlijk ook geen hol aan, jongens. Hè? Kom op. We gaan even lekker 1 of 2 nummertjes spelen. Ik wil het niet te lang houden. Als jullie meer willen van het spel, laat het dan alsjeblieft weten in de comments. En dan kan ik altijd nog een extra aflevering hiervan uploaden. Maar we doen nu even 2 nummertjes om gewoon deze video even te vullen. Want anders is het echt gewoon een saaie update video. En ik wil actie. En wij gaan lekker drummen, jongens. Jongens, het eerste nummer wat we gaan spelen is natuurlijk een good old meme song. En dat is deze. Jullie kennen misschien deze wel, misschien kennen jullie deze niet, maar het is een prime meme song. Dus die gaan we lekker spelen van de Japanse anime Neon Genesis. Let's go, we gaan hem op normal doen. Ik heb zo te zien al goud gehaald, jongens, of Duncan heeft dat gedaan. I don't know, dus dat betekent full combo. We gaan voor die full combo, jongens. Let's go. Oh, dit is moeilijk, jongens. Don. Hell yeah. Shout out naar Don in de comments. Don. Oh. Gaan we elke keer Don zeggen als we dit doen? Don. Don. Drumroll. Hell yeah.
Gaat goed, jongens. Mijn muis zit in de weg. Ik had gelijk al verneukt. Ik zag dat mijn muis op het scherm stond. En toen dacht ik van, get that mouse out here. En ik ging meteen al in de faal. God damn it. Oké, jongens. Poging 2. Let's go. Don. Hell yeah. Mijn muis uit het scherm. Volle concentratie. Oké, dat was een oké. Want een oké is geen fout. Yes. Gaat goed, jongens. Kut. Oké, jongens, gaat nu al beter dan... Oh my god, ik praat. Ik begon letterlijk met praten en ik maakte een fout. Ik wou net zeggen, het gaat al beter dan net. Het eerste wat ik doe op het moment dat ik spreek, is een fucking noot misslaan. Are you kidding me? Hoe is het mogelijk, jongens? Jesus Christ. Don. Come on. Ja, ik ga hem ook gewoon afmaken, hoor. Met één foutje dan maar. Stik er maar in. Come on. Alweer? Alweer? Are you kidding me? Mijn ritme was net off daar, man. Come on. Kom. Hij is sneller, volgens mij. Volgens mij hadden we 3 foutjes gemaakt in dit nummer. En dat waren alleen maar foutjes omdat ik het ritme in 1 keer niet meer door had. 4 foutjes. I got this, jongens. I got this. Komt goed. Fuck. Come on. Het is mogelijk. Waarom stond ik daar op rood terwijl ik op blauw moest slaan? Ik kan heel goed Japans en ik zing en ik ben bang dat ik een fout maak. Godverdomme! Yes! Jesus, waarom was dat zo moeilijk? Waarom had ik hier zoveel moeite mee? Ik had zelfs maar 1 ok. Holy shit, jongens. Ik had mijn 1 noot net niet goed geslagen. Alles goed, 124 goed en geen enkel... Jesus, ik kan het wel, jongens. Ook al had ik er 5 pogingen voor moeten doen, ik kan het wel. Ik moet gewoon niet praten tijdens het spelen. Dat is mijn geheim. Gewoon niet praten. Laat het voor de gein even hard proberen. Volgens mij is dit een copyright-free nummer. Beter is deze copyright. Het is gelijk hard, hè, jongens. Dus ik ga niet meer voor de... Ik ga niet meer voor de, hoe heet het? Full combo. Ik zit wel goed met mijn noten. Ik raak ze alleen niet. Oeh, what the fuck was dat? Oh my god. Oh my god. Ta 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 ta. Fuck. Waarom raak ik ze niet? Ik had al die dubbele noten gewoon niet geraakt. Ik snap niet waarom. Waarom raakte ik die dubbele noten niet? Ik raakte ze 100% op het trommeltje en het was op de maat, maar hij registreerde ze gewoon niet. Ik heb het level gehaald, though. 76 fouten, goddamn. Oké, laten we nog 1 nummertje doen, jongens. En dan heb ik het wel gezien. Dit liedje hebben we gespeeld bij Log, natuurlijk. Op normal wel. Dus ik ga hem nou op hard spelen om te kijken of ik verbeterd ben sinds wat we gedaan hebben bij Log. Wauw, het gaat goed. Waarom gaat het goed? Wat? Huh? Hoe gaat dit goed?
Nou, daar ging het fout. Ik zat erop te wachten. Ik vind het gewoon fantastisch dat ik dit onder de knie heb. Meestal als ik zoveel noten, zoveel snelle noten op elkaar heb, dan ga ik gewoon fout. Ah, oh, wauw, dat was nog best wel decent. Ik had hem bijna 100% gecleared, though. Dat is al best wel wat. 98% op dit nummer. Wauw, dat had ik niet van mezelf verwacht, jongens. Dat ik dit onder knie zou hebben. Nou, goed, dit was Taika no Tatsuin. Hopelijk heb ik jullie een beetje weten bij te praten over Atlas. Het is natuurlijk vreemd dat ik een Taiko-spelletje ga spelen als ik een update-video geef over Atlas. Niet helemaal hetzelfde spel. Maar goed, jullie snappen de deal. Thanks voor het kijken. Wil je meer Taiko? Laat me weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Later.